Welkom bij de Creative Factory. Op de vierde etage bevindt zich het kantoor van Stichting Jan. Kom naar binnen, laat ik zien hoe het eruit ziet. Stichting Jan bestaat sinds 2008 en is een jongerenorganisatie voor en door jongeren. Wat is belangrijk in de visie van Stichting Jan, is dat wij erin geloven dat wij een platform willen zijn voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, die op basis van hun passie hun talenten willen ontwikkelen in de praktijk. Ik geef mezelf altijd een goed voorbeeld. Ik hou ontzettend veel van voetbal en heb bij deze stichting al 3 voetbalprojecten gestart, waarbij ik eigenlijk veel meer leer dan alleen voetballen of training geven. Ik leer conceptontwikkeling, ik leer een goede evaluatie doen met mijn deelnemers, ik leer hoe ik mijn deelnemers moet brieven. Ik leer hoe ik een website moet onderhouden. Dus eigenlijk op basis van mijn passie leer ik een heleboel dingen die niet bij mijn passie horen. En daar heb ik een heleboel talenten kunnen ontwikkelen. En voornamelijk in de praktijk. Stichting Jan is dus talentontwikkeling in de praktijk op basis van je passie. Wat leuk is aan Jan is dat je even met jongeren werkt. En die krijg je ook zeg maar, de kans om jezelf te bewijzen. Die krijg je dit project. En dan kan je gewoon met je eigen creativiteit kan je gewoon aan de slag. En dan kan je daar gewoon mee werken. En daarnaast ben ik met heel veel partijen in gesprek, kijken waar we samenwerkingen aangaan en waar we mooie projecten kunnen neerzetten gewoon in de wijk. Wat vind ik van Jan Lab? Nou, ik vind Jan Lab in één woord gewoon geweldig. De kracht van ons is dat we sowieso dicht bij de straten zitten en dat we allebei nog heel jong zijn en dat we allemaal wel young professionals zijn in ons vakgebied. Arbeidsschool Rotterdam is een sociaal-maatschappelijke voetbalschool. Het gaat eigenlijk om dat ongeacht niveau, achtergrond, cultuur, voorkeur van je club, iedereen welkom is te voetballen. En dan met name op de Arsenal Way. We zijn onderdeel van Arsenal Soccer Schools Holland. En dat houdt in dat wij op 14 weken lang specifieke training kunnen aanbieden, zoals we trainen in de jeugdopleiding van Arsenal. Wat bijzonder is aan de Arsenal Soccer School Rotterdam, is dat de gratis uw voetbalervaring is. In tegenstelling tot andere voetbalscholen vragen wij geen lidmaatschap geld, maar proberen we juist de sponsoring, subsidies, fondsen, de gratis inschrijving voor de jongeren mogelijk te maken in die leeftijd. Ik ben Oda van Stichting Jan. We zijn bij de kick-off van de Arsenal Soccer School. Ja, het is niet alleen talent natuurlijk dat je aan de top brengt, maar het is ook een talent om die talent te gebruiken. Dus wat doen wij? Wij gaan met hun traject aan. En naast het sportieve aspect dat we dus technische vaardigheden bijbrengen, proberen we hen ook als mensen te vormen. We geven hen dus normen en waarden mee. En gaan met hun gewoon een leuke tijd tegemoet. En wat eigenlijk als resultaat heeft, is dat iedereen naar zin heeft. Ik vind het goed dat kinderen gewoon na schooltijd gewoon iets leuks kunnen doen en ook iets kunnen leren. Ja, het is sowieso goed voor de sociale contacten. Die jongens, de meesten komen hier bij elkaar en dan kunnen met elkaar omgaan bij de schooltijd. Talent is altijd mooi als je dat hebt gekregen. Ja. En je moet ook uitbreiden talent, want zonder talent kom je er niet. Ik zeg gewoon meedoen. Gewoon meedoen.
mee met Arsenal Soccer School, omdat ik iemand ben die op voetbal zit en ik denk dat ik mezelf hier, mijn kwaliteiten nog kan vergroten. Mensen kan ontmoeten, jezelf te bundelen met andere soort mensen. Was leuk, leuk training. Nou, toevallig ben ik zelf een voetbaltrainer. Ik zoek echt alle bronnen op informatie voor goede trainingen en ik merk hier dat het gewoon echt een hele hoogwaardige training. Het begint gewoon vanaf de basis. En daarvan moet je leren en je bouwt het gewoon echt opbouwend op. Ik vind het super van Stichting Young Up dat ze dit georganiseerd hebben. Ja, je moet ook een stuk sportiever doen. Beter voor je lichaamconditie. Dat voel je wel. Nou, ik vind dit een heel goed initiatief. Want vooral voor de sportende jongens onder ons die ook nog studeren, die geen tijd voor hebben. En die worden voor hun beschikbaar gemaakt. Dat vind ik gewoon een heel goed idee. Inspiratie met de participatie houdt in dat jongeren bij elkaar komen en inspiratietraject doorgaan. Dus iemand die dezelfde achtergrond heeft en een beetje hetzelfde heeft meegemaakt als de jongeren en nu in een succesvolle positie zit. Dus of een ondernemer is of ergens anders succesvol is als muzikant. Ja, de bedoeling is bij Inspiratie met participatie dat verschillende jongeren van verschillende etnische achtergronden en sociale achtergronden bij elkaar komen om zo samen eigenlijk een project voor de wijk te organiseren. En met de inspiratiebijeenkomst willen we graag talenten of verborgen talenten naar boven laten brengen, zichzelf laten ontdekken. We proberen we jongeren te inspireren om zelf ook hun droom achterna te gaan. En dat door middel van een participatietraject. En in een participatietraject zullen ze meer over zichzelf komen te weten en kijken hoe ze hun dromen kunnen verkopen en bij wie ze dat kunnen doen. En dat door middel van een aantal workshops. Ja, nou, participatiebijeenkomst is eigenlijk de tweede bijeenkomst van het project Inspiratie bij Participatie. En daarbij willen we jongeren in principe stimuleren om hun eigen project op te zetten. En zodoende kunnen ze dus met hulp van ons een en ander gaan vertellen over hoe ze dat willen gaan doen, hoe ze dat willen aanpakken en welke effecten dat zal hebben op de Rotterdamse maatschappij. En de jongeren natuurlijk, die eraan mee zullen gaan doen. Waarom past Inspiratie bij Participatie nou goed bij de gedachtegang van Young Up? Nou, Young Up staat voor talentontwikkeling vanuit je passie. En bij Inspiratie bij Participatie willen we dat de talenten en de passies van de jongeren omhoog komen en dat ze naar aanleiding daarvan die gaan ontwikkelen.